Hey guys, en welkom bij een nieuwe video van mij, Julian. En deze keer gaan we iets doen waar ik eigenlijk best wel veel zin in heb, want het heeft te maken met eten. Het heeft te maken met niet ver lopen. En het heeft te maken met lekker. Lekker eten waar je niet ver hoeft te lopen. Who make this up? Ik heb het namelijk over je eigen schoolkantines. En als je vraagt waar ik ben nu namelijk zelf ook nog eens op school. Ik ben nu namelijk in een klaslokaal, dus say hi to hoe een average klaslokaal eruit ziet. Nog binnen schooluren, dus ja, ik ben nog de enige die nog in de les is. De rest allemaal al naar huis. Onze schoolkantines worden gerund door het bedrijf Cormet, die internationaal zorgt voor catering. Maar dat is niet alles. Had je aan de ene kant de student en aan de andere kant de kantine en degene die de kantine runt. En daarover koepelend had je dan het HVA. De student kon niet inbreng geven in wat er in de kantine geserveerd wordt. En hoe raar is dat? Jij zit ergens op school, maar jij kan niet bepalen wat jij op je bord geschoven kan krijgen op school. Dus wat heeft de Hogeschool van Amsterdam nou gedaan? We hebben een community erbij gehaald genaamd Enjoy Today. En hoe zie je dat voor je in deze prachtige, prachtige omgeving? Enjoy Today zit eigenlijk helemaal middelpunt. Enjoy Today zorgt ervoor dat wij als een community samen kunnen bepalen met de leverancier en met de student, wat wordt er nou geserveerd bij ons op school? Wij hebben bij de Hogeschool van Amsterdam in iedere kantine switches van verschillende ondernemingen. Je ziet om de paar weken, maanden, zie je nieuwe ondernemingen, nieuwe kleine geweldige eettenten die eigenlijk gewoon ergens binnen Amsterdam erbuiten gewoon foodtrucks hebben staan. Die komen bij het HVA en die serveren dan eten voor ons. En die kunnen wij dan zo laten rouleren. Bijvoorbeeld deze maand in het Wieboudhuis hebben we zitten Strong Foods en Yuri's Tandoori. Dit is een geweldig concept omdat je eigenlijk een soort van carousel hebt door alle 10 gebouwen, dat de ondernemingen gaan eerst naar dat gebouw, dan naar dat gebouw, dan naar dat gebouw, dan komt er een nieuwe onderneming, dan gaat de onderneming weg en dan wordt zo helemaal switch, ondernemingen overal, overal ondernemingen. Echt, wow. Nu kunnen wij dus samen met Enjoy Today in dat platform, samen met onze leverancier Cormet, kunnen we allemaal tot een gezamenlijk geweldig concept komen, genaamd de Hogeschool van Amsterdam schoolkantines. En ik wil je natuurlijk wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Dus, follow me! Mijn naam is Nini Zwelver, ik werk voor Strong Food. In de Javastraat heb je de officiële zaak staan. Daar kan je dus van allerlei soorten ingrediënten halen qua afvallen, gezonde voeding, noem maar op. Momenteel sta ik bij Strong Foods en ze heeft me heerlijke bananenbrood aangeboden met pindakaas. Laat ik het even zien. Oh my god. Wow. Dat is echt goed. Ik ben Bas van Yuri's Tandoori. We maken hoofdzakelijk Indiaans eten. Daarnaast lekker spicy eten waar we gewoon waar we van denken dat het aanslaat. Dat is hier op de HVA. We zijn Indiaanse keuken, alles vers bereid. We doen veel met kruiden. Hi, ik ben Angela. Ik ben de supervisor van deze leuke catering. Van deze locatie bij HVA. UvA Amsterdam met deze leuke studenten zoals hij. Ik vind het hartstikke leuk om te doen en ja, heel mijn hart ligt hier en hier kan ik me echt uitleven. Ik doe het met heel veel plezier en vooral voor deze leuke student als deze. Nou, Angela, we houden allemaal hartstikke veel van je. Ja, ik ook van jullie. En we're back. Terwijl ik heerlijk heb kunnen genieten van geweldig voedsel in de schoolkantines, wil ik hiermee laten zien dat wij bij de Hogeschool van Amsterdam die geeft om wat jij krijgt. De kantine is dus een plek waar jij naartoe kan gaan als jij wat lekkers nodig hebt, wat verschillends nodig hebt. Het is bestemd voor vegetariërs, het is bestemd voor mensen die van vlees houden. Voor iedereen is de kantine toegankelijk. En dat maakt mijn schoolkantine de beste kantine. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Wil jij zien hoe ik zelf eten maak? Klik dan hier. Wil jij een andere video zien van het YouTube-kanaal van de Hogeschool van Amsterdam? Klik dan hier. En vergeet natuurlijk niet om te subscriben. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Volgende week dinsdag om 4 uur staat er weer een nieuwe video van mij online. Uiteraard zoals altijd. Thank you guys and you. Let